Beleg jij in aandelen, ETF's en dat soort producten, stiekem maak je dan best wel veel kosten. Beleggen brengt gewoon kosten met zich mee. Dat is niet per se slecht, maar wel iets om rekening mee te houden. Goed om te weten. En daarom gaan we vandaag kijken naar de kosten bij de Giro. Hey, mijn naam is Tim van LangzaamRijken.nl en op dit kanaal houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. Ik zei het net even al: je maakt gewoon kosten als je gaat beleggen. Het is iets wat we allemaal doen, wat we ook eigenlijk allemaal wel weten. Maar hoeveel kosten we nou precies maken, ja, dat houden we eigenlijk allemaal niet zo goed bij. Daarom gaan we in deze video kijken naar de kosten bij de Giro. Simpelweg omdat ik die vraag gewoon heel erg vaak krijg. Wat kost het nou om te beleggen bij de Giro? We gaan kijken naar de verschillende kostenposten. En vervolgens kijken we ook nog even hoeveel kosten ik nou het afgelopen jaar heb gemaakt. Om een beetje een idee te krijgen van hoeveel kosten dat dan in totaal zouden zijn. Laten we dan als eerst gaan kijken naar de meest voorkomende kosten die eigenlijk iedereen wel kent. ...de transactiekosten. Die zijn heel erg duidelijk, heel erg inzichtelijk. Iedereen weet eigenlijk wat het precies is. Sterker nog, op het moment dat je een order wilt doorvoeren... ...wordt er een overzicht gegeven van de order. Geeft de geo aan, wil je deze order daadwerkelijk doorvoeren? En zie je zelfs een overzicht van de kosten, dus dat is heel erg transparant. Maar toch even om het compleet te maken, de kosten... Je kunt de kosten vinden in de PDF van de Giro. Dat wil ik even bijzeggen, omdat de kosten in de toekomst natuurlijk kunnen veranderen. Ik neem deze video vandaag op, het is dus augustus 2021. Het kan zijn dat het in de toekomst wijzigt, maar over het algemeen blijven die kosten eigenlijk redelijk gelijk als we kijken naar de afgelopen periodes. En als eerste dan aandelen in Nederland of in België. Dus het gaat om welke beurs je koopt, op de Nederlandse beurs of de Belgische beurs. Daar betaal je 2% kosten voor en daarnaast nog 0,03%. 0,03% is een heel erg klein bedrag. Op het moment dat je een aantal aandelen koopt voor een paar honderd euro, hebben we het over centen. Maar goed, die komen erbij kijken. Dus vaak betaal je 2 euro en een paar cent om een transactie te doen in Nederland of in België. Voor veel andere beurzen in Europa betaal je 4 euro en 0,05% kosten. Er zijn zelfs een paar beurzen waar je 7,5 euro betaalt. Check die eventjes in het tariefoverzicht, maar voor de meeste beurzen in Europa geldt dus 4 euro per transactie. En voor de Verenigde Staten is dat dan weer net iets anders. Bij de aandelen voor de Verenigde Staten betaal je slechts 0,50 cent. Dat is heel erg goedkoop. Maar je betaalt daar wel 0,004 dollar per aandeel bij. Dat gaat dus niet over het totale bedrag, maar over het aantal aandelen. Ook dat is vaak gewoon weer cent te werk. Nou, wat verdere landen, zoals Australië, Japan of Turkije, daar betaal je vaak 10 euro voor met een klein percentage. Kijk even voor het specifieke land waarin jij wilt beleggen. In het uh, kostenoverzicht van de Giro. Want die percentages die verschillen een beetje per land. Uh, maar dan kun je precies zien hoeveel je gaat betalen. Of wil je het precies weten voor jouw order, voer dan gewoon je order in en wacht op de confirmatie. Uh, op het moment dat je dan op nee of annuleren klikt, dan heb je dus geen kosten gemaakt. Maar dan zie je precies: oké, okay, als ik deze order zou doorvoeren, dan worden er zoveel transactiekosten gemaakt. Wat ook meteen helpt op het moment dat je gebruik maakt van de kernselectie. Wat is nou de kernselectie? Dat is een lijst met ETF's die je bij de Giro kunt aankopen onder bepaalde voorwaarden, zonder transactiekosten. Sowieso één keer per maand, en sommige voorwaarden zelfs twee keer per maand. Uh, maar mensen weten niet altijd hoe dat nou precies zit. Nou, dat gaat per kalendermaand, dus je zou op de 31ste en op de 1 van de volgende maand weer kunnen kopen. Dat is geen probleem. Alleen um, wil je nou zeker weten of je geen kosten maakt. Sommige mensen twijfelen, heb ik deze maand nou al wel of niet gekocht. Kun je ook die truc eigenlijk weer gebruiken door gewoon een order door te voeren. En dan bij de confirmatie te kijken of daadwerkelijk er geen kosten gerekend worden. Worden er geen kosten gerekend, dan staan ze er simpelweg niet bij. Worden er wel kosten gerekend, dan zie je ze staan en heb je waarschijnlijk deze maand al iets gekocht. De volgende kostenpost is een kostenpost die mensen vaak over het hoofd zien. En dat is de valutakosten. Wat wil dat nou precies zeggen? Dat wil zeggen dat je jouw euro's omruilt naar een andere valuta van het land waarin je uh, gaat handelen. Dus stel je koopt aandelen Tesla, dan kopen die in US-dollars uh, op de Amerikaanse beurs. Uh, het kan ook in Europa, maar veel mensen kopen hem dan in Amerika. Dan moeten jouw euro's dus omgewisseld worden naar dollars. Daar zitten kosten aan verbonden. Dat kan op twee verschillende manieren. Standaard is het zo dat er gebruik wordt gemaakt van de AutoFX-optie. AutoFX betekent gewoon dat automatisch jouw euro's omgewisseld worden naar dollars. Als je koopt en verkoop je een aandeel in bijvoorbeeld dollars weer, dan wordt het automatisch weer terug uh, omgewisseld naar euro's. Daar zit de kost aan verbonden, dat is 0,10% per transactie. Dus op het moment dat jij een uh, aankoop doet, moet dat omgezet worden naar US dollars, 0,10%. En op het moment dat dat teruggaat, moet dat ook weer uh, omgerekend worden. Dan gaat er weer 0,10% van de dollar naar de euro. Een tweede optie die je hebt, die heel erg weinig mensen gebruiken, is om handmatig jouw valuta om te wisselen. Dat betekent dus dat jij handmatig zegt, ik wil op dit moment tegen deze koers uh, mijn euro's omwisselen voor dollars bijvoorbeeld. Daar zit natuurlijk ook kosten aan verbonden. Dat is 0,02%. Dus dat is een stukje lager. Maar ook 10 euro per keer. Als je dat dan omrekent, wat is dan interessanter, dan is het break-even punt. Wanneer het goedkoper wordt om het handmatig te doen, is vanaf 12.500 euro en meer is het goedkoper om het handmatig uh, om te wisselen. Dat gaat dus per keer dat je het om moet wisselen. Um, het voordeel dat als je het handmatig doet, is dat als jij bijvoorbeeld een uh, dollar aandeel verkoopt, jij dollars uh, op je account hebt met die dollars, Weer een ander dollar aandeel kunt kopen. Dan wordt het dus niet iedere keer omgewisseld voor euro's. Uh, een nadeel is dat je gewoon met wat grotere bedragen moet gaan wisselen. Omdat ja, je 10 euro per keer betaalt. En je kunt je voorstellen als jij 100 dollar omwisselt. Uh, en je moet daar 10 euro voor betalen dat dat niet interessant is. Dus ga voor jezelf na of dat bij jou interessant is. Uh, voor namelijk mensen met wat grotere bedragen. Kan het interessant zijn om handmatig jouw valuta om te wisselen. En doe dat dan gewoon voor de ja, valuta die je veel gebruikt. Dat zal voor veel mensen de dollar zijn. Dat kan natuurlijk ook een andere valuta zijn als je bijvoorbeeld in uh, Canada of Australië handelt. Een andere kostenpost die voor sommige mensen als een verrassing komt als ze beginnen met beleggen is de beurskosten. Bij de Giro betaal je zogenaamde beurskosten, wat betekent dat je 2,50 euro betaalt per beurs waarop je handelt per jaar. Dus handel jij bijvoorbeeld op de uh, New York Stock Exchange, de NASDAQ. Uh, de uh, Euronext in Parijs en de Euronext in Amsterdam, dan zou je zeggen: 4 keer 2,5 euro is 10 euro kosten per jaar. Dat klopt, uh, Waar het niet dat Brussel en Amsterdam gratis zijn. Dus Amsterdam gaat er in dit geval vanaf bij de 7,5 euro kwijt. Dat wordt gewoon van jouw vrije ruimte afgeschreven. Uh, niet direct op het moment dat je een aandeel koopt op die beurs, daar zit vaak een aantal weken uh, tussen. Maar het kan dus zijn dat je ziet dat er 2,5 euro afgeschreven wordt aan beurskosten. Dat heeft daarmee te maken. Uh, je kunt daar rekening mee houden door bijvoorbeeld wat meer op dezelfde beurzen te handelen. Op het moment dat een aandeel op meerdere beurzen uh, verkrijgbaar is, koop hem dan op de beurs uh, waarop je al aandelen hebt, bijvoorbeeld. Dan ja, moet je even nagaan of dat interessant is. Uh, maar in veel gevallen kan dat ervoor zorgen dat je 2,5 euro minder beurskosten betaalt. Zelf maak ik me daar niet zo heel erg druk om. Als je kijkt die paar euro op een heel jaar, uh, zeker met mijn geïnvesteerde vermogen, is dat zo'n klein percentage dat het eigenlijk gewoon te verwaarlozen is. En er zijn ook nog allerlei andere kosten. Op het moment dat je geld gaat lenen van de Giro. Je werkt met futures, je werkt met opties. Nou, daar ga ik in deze video niet op in. Omdat ik denk dat het maar een klein percentage van de mensen die deze video's uh, kijken geldt. De meeste mensen zullen daar geen gebruik van maken. Maar wil je die kosten weten, check dan gewoon even het kostenoverzicht. Een PDF hier waar alles in staat. En dan zie je precies wat de tarieven van dit moment zijn. Ik zal die PDF ook eventjes uh, in de beschrijving van deze video linken. Dan uh, kun je het ook altijd terugvinden. Mochten de koersen uh, of de kosten in de toekomst veranderen, dan staat dat daar netjes in. En even tussendoor, mocht je overwegen om bij de Giro te gaan beleggen, ik doe dat persoonlijk wel. Heb je nog geen account, gebruik even de link onder deze video. Dat kost je verder niets, uh, maar daar krijg je een kleine vergoeding voor het aanbrengen van, uh, van nieuwe klanten. Dus dank je wel ervoor, dat zorgt ervoor dat ik deze video's kan blijven maken. En dan denk ik dat het nog interessant is om even te kijken welke kosten ik de afgelopen jaren heb gemaakt. En hoe je die kosten nou precies inzichtelijk kunt krijgen. Nou, hoe kun je die kosten nou inzichtelijk krijgen? Dat kun je doen door in te loggen op je account en te gaan naar overzichten. Bij overzichten kun je uh, de transacties bijvoorbeeld zien, uh, allerlei uh, mutaties op je rekening. Wat ik dan doe, ik filter even op kosten, dus ik vul in de zoekbalk kosten in. Vervolgens selecteer ik de datum, bijvoorbeeld van 1 januari tot 31 december, en vervolgens kun je hem exporteren naar een Excel-bestand. Helaas merk ik wel dat hij het complete overzicht dan downloadt. Die filter neemt hij niet mee, maar je kunt gewoon bij omschrijving, de kolom omschrijving, even filteren op bevat kosten. En dan krijg je alle transactiekosten en alle beurskosten te zien. Kun je die hele kolom selecteren en zie je precies wat je kosten zijn geweest. En voor mij geldt dat in 2020 de kosten 77 euro waren. En 2021 tot nu toe, dus tot en met augustus, zijn de kosten 118 euro. Een stukje meer. Ik heb ook wat meer gehandeld, wat meer, wat meer ingelegd. Dus dan zul je zien dat die kosten gewoon wat oplopen. Dus je ziet, ondanks dat de kosten best wel laag zijn en ik veel gebruik maak van de kernselectie, dat je gewoon nog steeds kosten maakt. Het is niet erg, maar het is belangrijk om in de gaten te houden dat je niet te veel betaalt en dat je. Een interessante aanbieder hebt die niet te veel kosten rekent. En wil je nou meer weten over de Giro? Begin dit jaar heb ik een uitgebreide review gemaakt. Die zie je hier. Klik de video even aan of bekijk een van mijn andere video's.